En welkom bij een nieuwe vlog. Hier op It's Ultrex, de enige echte. Ja hoor, het is weer weekend. En we hebben weer lekker 2 dagen de tijd om lekker even uit te rusten. Dat betekent dat weer dat ik een paar lekkere livestreams kon opnemen. En een beetje bij kan komen van deze week. Deze week, ja, was een beetje een rare week. Niet zo beste week. Ik heb wel eens betere weken gehad. Maar de week ligt weer achter ons. Dadelijk als ik weer thuis ben na het eten, neem ik nog even een lekker drankje. En ga ik vanavond weer GTA streamen. En over het streamen wou ik het even over hebben. Ik heb problemen met de inscriptie of descriptie, hoe noemen ze dat? Dat is in ieder geval het verhaaltje onder de titel. Het eerste zinnetje typ ik altijd zelf in. En dan doe ik later met mijn laptop. Doe ik de spelregels erbij zetten. Nou heb ik de laatste paar dagen gemerkt dat elke keer om de havenklap weggaat en ik om de havenklap die nieuwe spelregels erin moet zetten. Op de een of andere rare manier doet hij de wijzigingen wel veranderen die ik maak met mijn laptop. Maar na een paar minuten is het weer is het weer verwijderd en dan heb ik gewoon weer alleen de eerste zin die ik dus op de PlayStation invul. Dat wil niet zeggen dat die regels niet gelden. Die regels die gelden. Dat zijn onder meer dat je niet scheldt, vloekt, racistische uitingen doet, bedreigingen doet en nog meer van die onzin dingen. Ook je naam vermelden is uit den boze. Dat wil ik niet hebben. En ik wil ook niet hebben dat jullie spammen. En wat ik de laatste paar dagen weer ontzettend veel opmerk. Dat is dat er... Zo, ik heb het echt te pakken, jongens. Nog een winterbries eroverheen en ik ben er niet meer. Nou hoor. Maar... wat ik de laatste tijd heel erg veel merk, dat is dat weer gevraagd, geleurd wordt met... het spam is momenteel even minder, maar dat er ontiegelijk veel gevraagd wordt van... Kan ik moderator worden? En morgen gaan we dat spel en dat spel spelen, hè Marco? Nee. Ik bepaal zelf welke stream ik start... als ik s'avonds zin heb om Grand Theft Auto te spelen en te streamen, stream ik Grand Theft Auto. Ik ga het niet op verzoeken in van anderen, want dan kan ik aan de gang blijven. En dan kan ik gewoon mijn eigen streams niet spelen. Dat is dus één ding. En ook het moderator vragen. Ik heb zatte moderators. Ik heb Nick. Ik heb... even kijken, voor mij was het Geronimo het ook. Ik weet het niet zeker meer. Maar ik heb in ieder geval Nick. Joost. Kevin heb ik. Rob heb ik. Ramon heb ik als moderator. Dus ga niet elke keer vragen om moderator te worden. Dit is echt super irritant. Ik ga er dadelijk nog even een extra filmpje even over maken. Om het bij de mededelingen te zetten. Want dit is echt zo verschrikkelijk super irritant. De moderators, dat bepaal ik. Het is mijn kanaal. En ik bepaal wat ik speel. En wat voor stream ik maak. En ik bepaal wie de moderator worden. En wie er geen moderator zijn. Dat bepaal ik nog altijd. Het is mijn kanaal. Wil je zelf spelregels maken, dan moet je een eigen YouTube kanaal maken. En dan moet je gewoon lekker zelf... een eigen kanaal maken. Dan kan je daar lekker de baas spelen met wat je wil. Maar op dit kanaal ben ik de baas en is het mijn kanaal. En maak ik uit
wat ik speel en wie ik allemaal toelaat en wie ik allemaal moderator maak en allemaal van zulke soort dingen. Dat bepaal ik. Nou, dat was even de mededelingen. Ik zal er misschien denk ik nog even een filmpje over maken. Dadelijk, ik weet nog niet zeker. Anders doe ik het wel even in de livestream van vanavond. Want vanavond ga ik om 8:30 weer livestreamen. En ga ik weer een livestream uitzenden van Grand Theft Auto 5. Natuurlijk, wat ik elke dag bijna doe door de week. Bijna elke dag door de week is er een Grand Theft Auto livestream. Van de week alleen even niet. Dat was die ene woensdag dat het even helemaal fout ging. Maar voor de rest is er bijna elke dag een livestream. Als er een keer geen livestream is van Grand Theft Auto, dan heb ik daar een reden voor. Ga niet vragen van, joh, waar is de livestream van gisteravond gebleven? Als ik gisteravond geen livestream heb gedaan, dan is er gewoon geen livestream. Dan heb ik er of geen tijd voor gehad, of ik was te moe. Of er was een andere reden, persoonlijke privé reden, dat ik dus niet kon livestreamen die dag. Ik ga zo even een hapje eten. Tot zover voor alle regels. Ik ga eventjes zo een hapje eten. En dan ga ik vanavond dus lekker streamen. Ik heb er weer echt ontzettend veel zin in. Ik heb lekker veel geld, ben ik de laatste tijd aan het verdienen. En ik kijk nog wel even wat ik met het geld doe. Ik wou nog even een paar mooie auto's kopen. Maar dan moet ik even kijken nog. En ik moet eigenlijk ook mijn CEO-gebouw. De bovenste etage is nog niet gerenoveerd. En mijn CEO-gebouw zelf wou ik eigenlijk nog een keertje renoveren. Wou ik eigenlijk nog een keertje netjes maken. En zo. Dus dat er is in ieder geval genoeg te doen. Om genoeg. Ik kan nu genoeg geld verdienen. Want er zijn nog een hoop leuke dingen die ik op GTA wil gaan doen. Nou, tot zover even alle informatie. Ik ga zo helpen eten en dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Als ik dadelijk terug ben van het eten, dan neem ik nog even een stukje op. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo! Zo, en het is inmiddels rond 8:00. En ik ga zo de livestream starten. Ik ga dadelijk Grand Theft Auto streamen. Ik zal nog even een berichtje sturen op de WhatsApp groep dat ik de stream zo ga beginnen. En dan gaan we zien wie er vanavond allemaal weer zijn. Het is altijd weer een verrassing wie er altijd weer komen. Nou, ik ben aan de laatste deel ben ik bezig. Vlog nummer 183 van gisteren. Dus ik ben weer er helemaal bij. Ik liep heel ver achter en ik heb gewoon binnen 2 dagen heb ik gewoon mijn hele achterstand weggewerkt. Nou, toch netjes, vind ik zelf. Ik ga zo dus livestreamen. Ik ga eerst even de kat eten geven, dat moet ik ook nog doen. En dan ga ik zo de laptop pakken, deze dus. Die. En dan ga ik de livestream starten. Dan gaan we weer lekker gewoon een avondje lekker GTA spelen. Kijk, ik heb weer een lekkere Shiba voor mijn vriendjes. Moet ik even de camera neerzetten. Zo. Hoppa. Oh, wat zit ik weer ontzettend onhandig te doen. Hoppa. Ben weer lekker onhandig bezig. Zo. Kijk eens, lekker op eten. Zo. Lekker voor de poesjes. Lekker hoor. Dat vinden ze altijd wel fijn. Een lekker hapje eten. Dribbel die zit er ook bij van. Hey. Ga dus weg, Dribbel. Dan kan ik ook een hapje eten. Heb ik het al? Ah, gosje toch. Oude vriend. Ben jij nat? Wat heb je gedaan? Onze kop is helemaal zaknat. En Dribbel. Waar is Dribbel dan? Waar is Drippie? Dat zijn ook van die lekkere poesjes, hè. Kijk eens, hoppa. Ik moet het verder weg doen. Zo. Kijk al. Ja. Dus dan gaan we zo de stream starten, jongens. Ik heb er ontzettend veel zin in. Het is vrijdagavond, dus dan mag het wel, hè. Dan gaan we weer even lekker helemaal los.
Ik heb verder niet veel meer te melden. Ik ben nog druk bezig met het uploaden. Ik ben dus lekker weer bij en dat bevalt me heel goed. Dan kan ik het weekend lekker rustig aan doen en hoef ik niet als een gek om mijn video's te gaan editen. Hoef ik alleen de zaterdag ding te doen en zondag de zondag te editen en zo. Dus dan kan ik lekker rustig aan doen. Nou, ik spreek jullie allemaal dadelijk weer als de livestream voorbij is. Ik ga het even livestreamen. En dan spreek ik jullie allemaal dadelijk weer. Tot zo. Zo, en het is inmiddels 1:30 geweest en ik ga naar mijn bedje toe. Het is wat laat, ik had eigenlijk al naar bed gewild. Maar ik ben bezig met een banner aan het maken voor mijn YouTube-kanaal. Ik krijg weer een nieuwe banner. Het rode met het logo gaat weg met de foto's erbij. En daar wordt een lege printje voor ingezet. Dit is hem, het lege printje. Zwarte stipje wat je ziet. Hiero, daar moet ongeveer het logo komen. En ja, en dat ben ik nu dus aan het maken. Ik hoop dat hij voor zondag erop kan, anders dan moet het nog even een paar dagen wachten. Ik ben nog even druk bezig ermee. En dan krijgen we een nieuwe banner, krijg ik dan. Of, nou ja, krijgen, die ben ik zelf aan het maken. Ja, ik vond het wel weer tijd voor een nieuwe banner. Ik vond de foto's niet mooi en ik vond hem te rood en te eenzijdig. Dus vandaar dat er nu weer een nieuwe komt in de vorm van dus een lege print. Ja, dat ziet er wel, ja, dat vond ik wel mooi. En dat wordt dus dit nieuwe banner. Hoe die er verder allemaal eruit komt te zien, dat weet ik zelf ook nog niet, want ik ben er nu nog aan bezig. Maar hij gaat zeker weten mooi worden en die komt dus op mijn kanaal te staan. Ik hoest weer ontzettend veel. Maar we gaan gewoon verder. Ja, ik heb toch echt de kou te pakken. Het begint ook echt natuurlijk winterweer te worden. En ja, ik merk dat heel gauw aan mijn keel. Dat ik heel gauw verkouden word. En dat ik constant loop te schrapen met mijn keel. Is niet goed, maar dat weet ik. Maar ja, die dingen die gebeuren eenmaal, hè. Zo, mijn batterij is ook alweer bijna leeg. Die ga ik dadelijk even opladen doen. En dan ga ik naar mijn bedje toe en dan ben ik het zat voor vandaag. Ik ga de gordijnen alvast dichtgooien. Terwijl Bokito aan het mouwen is. Namen. Hé, Bokito. Slaapie, slaapie, slaapie. Hé, vriend. Hé, wat is het allemaal? Oh, Gosje toch. En Dribbel, die zit ook lekker, ook lekker aan de wandel. Dribbel. Hé, wat is het dan? Lekker ouwe Pino. Ja, ouwe vriend. Ouwe poezemannetje. Is een lekker ouwe poezemannetje. Dus dan ga ik bij deze naar bed. Ik zou zeggen, vonden jullie deze vlog leuk? Doe het blauwe duimpje de lucht in. Als je nog niet geabonneerd bent, abonneer op mijn kanaal. Doe even dat belletje indrukken. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. Als er weer een nieuwe video is en bij gebeurtenissen op mijn YouTube-kanaal worden jullie dan op de hoogte gehouden. Livestreams, nieuwe video's enzovoort. Ik bedank jullie allemaal voor het kijken. En ik heb nog niet gezegd, doe het blauw duimpje omhoog. En ik zie jullie morgen weer bij een nieuwe vlog hier op It's Ultrex. Bedankt allemaal en jullie weten het. Skabidi, skabadoe, skabadabadoe. Paf.